Heel veel evenementen in Almelo worden gerund, gesteund en voorbereid door veel vrijwilligers. Vandaag de vrijwilligers bij het Oogstfestival op 29 september in het zonnetje. Nou, dat is ook een hele klus, maar we hebben daar een heel fijn team voor. We doen het al voor de vijfde keer. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Iedereen heeft zijn taak en doet zijn taak goed. Maar dat is de club die het organiseert en er zijn natuurlijk heel veel mensen die het moeten uitvoeren. We hebben een geweldige club vrijwilligers hier die zorgen dat het park er top bij ligt, dat het gras mooi gemaaid is, dat het onder de kramen netjes is, dat de moestuin er mooi bij ligt. De pluktuin bloeit nog steeds. En dat is geweldig. Dat zijn onze eigen vrijwilligers van de Stichting Natuurhuis Almelo, die hier elke week een paar keer zijn. Wij zijn hier regelmatig te vinden op de woensdag en zaterdagochtend. En dan zijn we met een aantal vrijwilligers hier druk in de moestuin. Er is een deel moestuin, er is ook een deel pluktuin. Daar zijn weer andere mensen voor verantwoordelijk. En wij doen met een aantal vrijwilligers de moestuin. En nu hebben we al heel veel geoogst. We hebben vanochtend boontjes geoogst. Er is nog rucola-sla, er is snijbiet. De kooltjes komen op, daar staat nog prei. Dus kortom, er is veel te oogsten vandaag en we moeten een beetje onkruid wieden dat het er weer netjes uit gaat zien. We hebben extra hulp van AZC-bewoners die ons komen helpen 's morgens met de kramen klaarzetten. En we hebben de hele dag de hulp van de vrouwen van Almelo. Ze zorgen de koffie, ze verzorgen de lunch, dus daar hebben we de hele dag heel veel plezier van. En we zijn heel blij dat zij ons allemaal helpen. Jullie prijzen hier gelukkig. We prijzen ons zeer gelukkig en door al deze mensen kan het een topdag worden. Als het zonnetje ook nog een beetje gaat schijnen, dan zijn we helemaal blij. Ja, kunnen jullie het een beetje aan of kunnen er nog meer mensen meehelpen? Nou, gezien de leeftijd van sommigen is het misschien wel fijn dat er toch nog wat vrijwilligers bij komen. Ik moet zeggen, de pluktuin is aardig vertegenwoordigd. Maar de moestuin en zeker op de woensdagochtend zou wel fijn zijn als dat er nog wat mensen bij zouden komen. Dan zullen we dan hopen dat die eraan komen stormen. Dankjewel. Dat hopen we zeker. En die zijn van harte welkom. En het is een hele gezellige club. En het is echt vrijwillig. Ik bedoel, als je een keer niet kunt, geen probleem.